Als je dan gaat kijken, 6000 bezoekers, het heeft iets van 6 ton in totaal gekost. Dus zo'n 100 euro per persoon. Kunnen we niet beter stoppen met grondvest? Ja, dat zou je wel denken als je alleen naar het aantal bezoekers kijkt. Ik vond dat ook wel lastig, want je denkt, ja, hoe belangrijk is nu het aantal bezoekers? En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, dat is heel belangrijk, want het gaat om heel veel geld. Maar het gaat er nog veel meer om dat je veel mensen weet te bereiken en dat je mag gaan bouwen. Dus we hebben natuurlijk wel de helft van het budget van het eerste jaar. Maar ons bereik, we hebben bijvoorbeeld bijna 80.000 mensen online bereikt. Dat is veel groter. Daar is Jacques Splinter het mee eens. De Nijmegenaar was zaterdag een van de sprekers op Grondvest. Hoewel er maar 12 mensen zaten te luisteren naar zijn verhaal over bureaucratie, is dat het volgens hem gewoon waard. Het gaat om de inhoud. Het lastige is, als jullie nou eens een week lang aan de inhoud van tevoren aandacht besteden, gewoon door iedereen te vragen, dan krijg je een beter festival. Met meer bezoekers, waar mensen trots op kunnen zijn. Nu zitten kranten zitten zeuren van het kost veel geld. Jij zit zeuren, ja het kost veel geld. Wij als pers zijn natuurlijk ook ja, kritisch. Wij kunnen niet zeggen van nou kom allemaal naar Grondvest, want dan wordt het reclame. Nee, dat hoeft geen reclame te zijn. Een ander kritiekpuntje is dat het vooral een feest is voor zeer betrokken burgers. Ja, dat viel dit jaar mee, want er waren juist heel veel jongeren en er waren ook wel mensen waar ik vooraf in discussie mee was. Die zijn nu geweest. Die hebben ook wel weer input gegeven voor mocht er een volgende keer komen. Maar die waren ook op sommige onderdelen tevreden. De organisatie hoopt ondanks de kritiek nog meer edities te kunnen organiseren. Het is heel lastig om in één jaar iets volwaardig neer te zetten. En ik hoop dat we meer mensen die nu ook nog reageren van ik was er niet bij, maar ik hoorde ook niet bij. Dat we die kunnen gaan vragen, maar wil je er wel bij komen horen? Wat zou volgens u een oplossing zijn om, nou, stel dat er een volgende editie komt, meer bezoekers hier naartoe te laten komen? Nee, het moet iets centraler georganiseerd worden. De locaties lagen te ver uit elkaar. En dan kun je de programma-onderdelen ook makkelijker volgen, op elkaar aan laten sluiten.